Wat houdt sellability eigenlijk in? Nou, sellability is eigenlijk dat wij de kennis hebben om mensen te leren zeilen. De kennis, de bootjes, materialen. En dat we mensen met een beperking kunnen laten zeilen. Dat is de opzet daarvan. Dus iedereen met een beperking mag hier zeilen. Dan kun je niks, mag je niet komen. Hoe zit het nu met de vereniging? Hebben jullie allemaal eigen materiaal? Ja, de Stichting Sailability staat dus los van de ZWVU. We gebruiken wel deze volgbootjes, bijvoorbeeld die hiernaast staan, die mogen we wel gebruiken. Maar voor de rest is alles gekregen door giften, donaties enzovoort. En Sailability Nederland heeft gezorgd dat wij deze boten kregen. En daar zeilen we mee. En voor de rest moeten we onszelf bedruipen. Sailability en ZWVU, wat betekent dat voor elkaar? Nou, van de ZWVU, dus de Zeil- en Watersportvereniging uit Geest, krijgen wij de volgbootjes die mogen gebruiken. Die zijn van hun, maar wij mogen ze gebruiken als ze ze nodig hebben. En voor de rest is dat de vereniging. En die is weer ondergebracht in de Stichting Jachthaven Zwaarsmeerpolder. En daar staan we nu. Daar is deze loods weer voor. Ik begrijp van u dat jullie zelf ook eigenlijk een bootje willen hebben, voor wat helemaal van jullie zelf is. Ja, we hebben nou een volgboot. Dat is wel een leuk dingetje, maar die is een beetje klein. En een beetje laag. Maar het nadeel daarvan is, als ze te licht zijn, dan kan je bijna een boot niet slepen als het een beetje waait. Want dan gaat de zeilboot met het volgbootje vandoor. Kunnen we soms even naar het bootje toe? Ja, hij ligt hier op de steiger. Ze zijn wel driftig bezig met alle boten het water uit te halen. Het is een beetje drukkig op de haven, maar we kunnen wel even gaan kijken. Ja. We staan nu in de haven en we zijn nu bij de volgbootjes. Ja, de boot die hier ligt, dat is de volgboot die wij gebruiken. Het is een hartstikke leuk bootje, daar gaat het niet om. Maar het vervelende van deze is als de boot een zeilboot op moet halen, zeg maar, waar de zeilen nog een beetje van opstaan. Als het hard waait, dan gaat hij er met de zeilboot vandoor. In plaats van met deze volgboot vandoor, zeg maar. In plaats van dat de zeilboot naar binnen gesleept wordt, wordt hij dan een beetje weggezet. En dat is onhandig, dus we willen graag een nieuwe volgboot. En een wat zwaardere. En daar zit ook nog een klep in, dus dat zou nog mooier wezen. Want dan kunnen we hier op de helling, zeg maar, gewoon twee rolstoelen erop zetten. En dan kunnen die mensen ook mee. En dat is een beetje wat we eigenlijk graag zouden willen, een nieuwe volgboot. Deze boot achter ons is dus niet jullie eigendom? Nee, deze boot is van de haven en in geval van nood mogen we die gebruiken. Dat is zeg van de jachthaven die de boten, zeg maar, bijvoorbeeld hier met de boten uithalen, heen en weer sleept. En dat is een werkboot, zeg maar het is niet onze boot. Dus ik begrijp dat jullie eigenlijk een soortgelijke boot die hier dus achter ons ligt, willen hebben? Nou, niet helemaal hetzelfde. Het is een boot van 4,5 meter. Maar het voordeel daarvan is dat er een klep aan de voorkant zit. En dan kunnen we hem hier op de steiger neerlaten. Als je hier met een rolstoel staat, dan kan je erop rijden. We deden voorheen altijd met hele jomaren, zeg maar, mensen meenemen. Ook met een rolstoel. Maar zo'n boot hebben we nou niet meer. Dus ja, dat willen we graag weer zo één terugkopen. En er is nou een gelegenheid, daar staat er één op internet te koop. Voor een paar duizend euro. Dus daarom willen we een actie gestart. In de hoop dat we geld genoeg krijgen dat we die kunnen kopen. Is dit de enige boot van de club? Nee, we hebben natuurlijk nog vier kleinere boten, maar dit is wel de snelle wedstrijdboot. Op een gegeven moment hadden mensen met die andere bootjes gewoon van, nou, dat kennen we wel, weet je wel. We willen wat spannenders, wat harder, wat sneller, wat beter, wat meer zeilen, zeg maar. En toen hebben we via een actie hebben we deze bij elkaar gesponsord gekregen. Dat is de SV14. Is speciaal gemaakt eigenlijk voor mensen met een beperking. Het voordeel ervan is, we kunnen hem zo oppakken, dus je kunt hem zo op de trailer zetten met een kraantje. Er zit hier een draaisysteem voor de stoelen. Normaal horen er twee, hier staat natuurlijk ook een stoel dan. Hè? Je gaat hierin zitten. Je hebt hier een knopje. Als de boot scheef gaat, gaat de stoel recht staan. Dus je kan heel scheef gaan terwijl je zelf recht zit. Dus er kunnen een hoop mensen meenemen. En het is heel makkelijk te zeilen. Je kan met dit stuurtje gewoon zeilen, net als een fiets eigenlijk. Gaat hartstikke makkelijk. Je hebt hier een touw in dat geval, of een schoot, om het zeil te vieren. En voorin zit iemand in het bediende volk. Wordt deze boot zo speciaal gemaakt of is het een aangepaste boot? Nee, hij wordt eigenlijk, ja, het is een aangepaste boot, maar wel speciaal gemaakt, ja. Het is geen standaard boot, zeg maar, die overal voor gebruikt wordt. Meestal worden deze alleen gebruikt voor mensen met een beperking. En dat komt eigenlijk omdat er staat best wel een groot zeil op. Ook best wel hoog, omdat de giek moet natuurlijk boven je hoofd zitten. Als je een beperking hebt, kun je natuurlijk niet even bukken. Dus dat is, eigenlijk kan heel erg scheef gaan. Maar omdat deze enorme kiel eronder zit en nog een enorm gewicht aan de onderkant wat naar beneden zakt, kan hij dus niet omgaan.
En zelfs al zou hij plat met de zeil op het water komen, dan komt hij gewoon weer terug. Hij kan ook niet zinken, het is een dubbelwandige boot. Dus er zit een heleboel lucht in. Dus er kan eigenlijk helemaal niks gebeuren. Maar hoe kunnen de mensen Sailability sponsoren om een nieuwe boot aanschaffen? Er is op Facebook staat een actie gestart, zeg maar, om ons te sponsoren, zodat we die nieuwe volgboot met klep kunnen krijgen. Dus die is te koop.